Welkom in de Zodiac reading voor, laat me zien, boogschutter zitten we ondertussen. Waarin dat we gaan kijken wat dat het thema zijn voor de mannelijke en de vrouwelijke energie in deze tweelingvlam connectie. Het kan zijn dat jij een boogschutter bent, het kan zijn dat jouw tweelingvlam een boogschutter is, of het kan zijn dat je noordnode boogschutter is. Dus want ook noordnode... Pardon, heeft te maken met lessen dat we te leren hebben. En dus ook, je tweelingvlamconnectie is ook daaraan verbonden. Ik voel al dat angst hier een factor speelt in deze connectie. En een kaart vragen voor de vrouwelijke energie. Dus dit is voor de mannelijke energie in deze connectie. Nog één voor de vrouwelijke energie. Ja, voor de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie is wat koppig. Dus de vrouwelijke energie in deze connectie, ja, mag de controle wat meer loslaten, is hetgeen wat ik hoor. Als ze tot... een betere telepathische communicatie en eenheid kan wel komen met haar mannelijke energie. Dus dat is een van de grootste uitdagingen voor de vrouwelijke energie. De mannelijke energie is eigenlijk bezig met het experimenteren van hoe dat betekent om met energie te gaan werken. Waar dat dan de vrouwelijke energie zich meer gericht en gefocust is op zichzelf op dit moment... En aan het uitzoeken is wie dat zij op zielsniveau is. Dat betekent ook dat kan zijn dat voor de vrouwelijke energie een aantal mensen op hun pad gaan komen die van dezelfde zielsfamilie zijn of die jou gaan mee ondersteunen. Wat krijgen we nog? De 8 van wanten. Wat hebben we nog voor de mannelijke energie? Ik heb het gevoel dat de mannelijke energie heel enthousiast is op dit moment. En op dit punt over de connectie, over zijn leven, over de stappen die hij gezet heeft. Hij heeft zo'n afgelopen moment precies zo wat een aantal aha-momentjes gehad. Waardoor dat hij wild actie gaat ondernemen. Oké, kreeg je meer. Dus ja, dit is waar dat mannelijke energie in zit. Heel snelle, vlotte communicatie. Heel snelle verschuivingen. Heeft ook veel meer de verbinding met zijn eigen passie gevonden. Ik heb echt het gevoel dat de mannelijke energie eigenlijk op dit punt... Misschien staat hij nog niet zo ver als de vrouwelijke energie, maar de vooruitzichten dat hij heeft, zijn zo positief dat hij... ignite the fire is wat ik hoor, dat hij eigenlijk het vuur tussen hen weer gaat gaan aanwakkeren. Misschien is er iets gebeurd tussen jullie, misschien is er een bepaalde afstand gecreëerd door dingen dat de mannelijke energie gedaan heeft en gaat hij nu weer dichter komen. Oh, en wat zien we? De 2 van wanten bij de vrouwelijke energie. Dus de vrouwelijke energie is echt... is inderdaad echt op een punt gekomen dat ze zoiets heeft van... Ja, komen we nu samen of komen we niet samen? Maakt mij niet zoveel meer uit. Het is natuurlijk leuk. Maar ik focus op mijn eigen zielsgroei. Mijn eigen zielsidentiteit. En zij heeft die eenheid in zichzelf echt wel al bereikt. Dus van daaruit geeft zij verder haar leven vorm. En wat is de energie van de connectie? Nu ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Wat is de energie van deze connectie? Ook hier voel ik zo weer heel veel gevoel. Dus laat ons zeggen dat dit een connectie is die echt op de goede weg is. Ook al ziet de vrouwelijke energie dat blijkbaar niet volledig. Maar het gaat binnenkort wel in het fysieke komen. Want kijk, voilà. Ascensiekaart. The Sage of Orbs. Dus in de connectie is eigenlijk naar een hoger level gestegen.
En dat maakt dat beiden op een andere manier mogen en leren denken over de connectie, over een diepe zielsconnectie, over hoe dat dingen dan gaan. En hoe meer dat ze dat gaan doen, hoe meer dat ze de resultaten daarvan gaan zien in het fysieke. Want Eight van Crystals gaat over vruchten, gaat over resultaten van het harde werk. Wat zien we dan voor het bewuste denken van de mannelijke energie? Dan krijgen we de hermit, maar omgekeerd. Ja. Maar ik heb dus zeker niet het gevoel dat de mannelijke energie in kleuzenaarsmodus zit. Integendeel. Die is echt gericht naar buiten. Die zegt dit echt in zijn eigen mannelijke energie. Maar dan hebben we ook nog de hierofant, omgekeerd. Ja, die is echt volledig losgekomen van systemen. Van oude relaties. Is losgebroken van dingen die hem altijd vasthouden houden. En die hem echt heel veel pijn hebben bezorgd. Dus maar hij heeft dat gezien, is daar tot bewustzijn gekomen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat hij het kon loslaten. Omdat dat beperkte hem om in die Knight of Wands energie te stappen. Om heel passievol in die connectie te zitten en te komen. En we krijgen ook de kaart Swiftness, 8 van Wands. Dus dat is ook weer dezelfde kaart als daarnet. Snelle communicatie, dus... zowel te zeggen dat het onbewuste en bewuste van de mannelijke energie op dit punt eigenlijk volledig in afstemming is. En misschien is het nog niet zichtbaar in het fysieke, maar je weet hoe meer en hoe dat veranderd wordt, hoe dat erover nagedacht wordt, hoe meer dat het in het fysieke zal komen. We hebben hier de magier voor de vrouwelijke energie. Dus zij leert nog meer om vanuit energie haar leven vorm te geven. En dat zal dan de 10 van discs brengen. Dus wat dat welvaart is. Een einde betekent aan het verslagen gevoel zijn. Een volledige vervulling. En dus als je ook heel helder weet van dat zijn de dingen die mij vervulling brengen. Om dan uiteindelijk echt die queen van cups te zijn voor die mannelijke energie. Dus echt de divine feminine energie. Maar eerst voor zichzelf. Ja, ik ben wat sprakeloos, als het om eerlijk te zijn. Omdat het lijkt zo goed te gaan in deze connectie. Of als je het nog niet zo voelt, dat is dan hetgeen waar je naartoe gaat, zal gaan. Dan hebben we de boodschappen van de... mannelijke energie aan de vrouwelijke energie. Ik zal je contacteren wanneer ik er klaar voor ben. Nu is mijn leven nog te gecompliceerd om jou in mijn leven te brengen. Maar weet wel dat ik wil met jou spreken. Dus waarschijnlijk is die mannelijke energie nog bezig met het afronden van een aantal karmische relaties. Of zijn werk aan het verlaten of wat dan ook. En hij wil eigenlijk jou er nog niet volledig in betrekken, vrouwelijke energie. Omdat hij jou veel te waardevol vindt. Hij wil jou... kostbare energie niet op een negatieve manier gaan gebruiken. En ook dat wordt ook niet toegestaan vanuit ons team, vanuit de bescherming die we krijgen. Wat zegt de mannelijke energie? Ook dat het belangrijk is dat je als vrouwelijke energie die verbinding ook met de bron behoudt. Want het is de verbinding met de bron die nodig is voor de liefde en de heling, zodanig dat je in union en reunion kan komen met de mannelijke energie. De mannelijke energie zegt ook van, ik spreek vaak in mijn hoofd... tegen jou. En soms triggert het mij ook omdat ik mij afvraag in hoeverre dat jij mij dan ook volledig ziet of de dingen dat jij weet over mij zonder dat ik het zeg. En dan het stukje waar de mannelijke energie nog aan het werken is eigenlijk rond innerlijke kindhealing. De stukken rond die te maken hebben met ouders, dus met de mannelijke en de vrouwelijke energie. En dus wanneer dat de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie reageert, is het ook vaak, en zeker in het begin, nog uit de wonden. En ook daarin is het belangrijk om dat te zien, om te voelen dat de mannelijke energie, maar dat we ook als vrouwelijke energie, vaak soms nog vanuit oude wonden kunnen en oude patronen, oude copingmechanismen kunnen gaan reageren. Maar dat dat niet zegt over de mate waarin dat de mannelijke energie in de connectie zit of dat er nog al dan niet liefde tussen jullie stroomt. Want dat is er eigenlijk altijd. En wat wil de vrouwelijke energie zeggen?
Vorige levens beïnvloeden onze connectie. Ik heb jou in vorige levens verloren en dat maakt me bang. Ik moet dit verdriet healen om liefde volledig te kunnen laten stromen. Dat is ook zo. En veel tweelingvlammen hebben dat ook ervaren. Niet allemaal, maar hebben dat toch ervaren. Wat zegt ze nog? Ik voel onze energie samenkomen. Alsof dat het een leven op zichzelf geeft. Wij komen opnieuw één. We worden opnieuw één. Wat zegt de vrouwelijke energie? En dat is normaal gezien iets wat de mannelijke energie zegt. Maar ze zegt van, ik moet traag vooruit gaan met dit. Maar vertrouw dat ik vooruit ga. Ook al lijkt het dat niet zo is. En ik denk dat dat vooral een boodschap is van de hogere zelf aan de vrouwelijke energie over de connectie. En dat ze ook daarin de angsten mag loslaten. En dan, deze gevoelens zijn overweldigend en maken me bang. Daarom maakt het zelfs als vrouwelijke energie dat ik wil weglopen van jou. En dat is ook zo. Het is niet alleen de mannelijke energie die wegloopt. Ook de vrouwelijke energie, 1, heeft mannelijke energie in zich. En 2, heeft ook de neiging om weg te lopen als het te overweldigend wordt. Als het soms overduidelijk, onduidelijk wordt. Of niet gaat zoals dat we in de 3D-wereld gezien hebben of geleerd hebben. Dus, maar ook daarin is het belangrijk dat de vrouwelijke energie vertrouwt en loskomt van alles wat ze weet over relaties. Want een diepe zielsconnectie, zoals een tweelingvlam, werd volledig anders. Als je daar mee wilt over weten en lezen, dan raad ik het e-book aan, Tweelingvlam Geheimen. Of mijn boek 96 Vlam, daar schrijf ik ook al stukken over. Omdat de dynamiek tussen tweelingvlammen is iets helemaal uniek. Omdat het net gaat over jouw ziel. Het gaat niet over gewoon een random relatie met iemand. En dus dat maakt dat we tegen heel veel dingen aanlopen natuurlijk. De universele vlam waarmee je kan samenwerken, mag samenwerken om stukken in deze connectie te healen, is deze kleur. Ik ga de kleur niet benoemen, want iedereen gaat het anders zien. Maar het is verbonden met aartsengel Uriel en met overvloed. Voilà. Zo zijn, of neem een screenshot of zo. Maar dus, dan kan je die gebruiken. Nu, wil je zelf een reading of een healing voor jezelf of voor je connectie, dan kan je dat ook altijd reserveren via de website onderaan. Heb je één specifieke vraag, ook dat is mogelijk, kan je allemaal reserveren via de website onderaan. En dan wens ik je alvast een heel fijne week. Dag!